pense que c'était une très très belle édition avec d'excellents vainqueurs, des dossiers solides, mais également une partie forum avec différentes interventions de spécialistes qui étaient particulièrement pertinentes. Ja, het is een heel leuk gevoel om dat te hebben. Het is een appreciatie van het werk dat we een anderhalf jaar geleden gestart zijn. Als ingenieursbedrijf zit duurzaamheid zit in onze genen, veiligheid zit in onze genen. Dat hebben we allemaal trachten te vertalen in die mobility policy. Dus we spreken niet puur over een car policy, maar over een mobility policy. En dat is een teamwerk, dus dat is niet iets dat puur mensen van Fleet doen. Dat is echt een samenwerking tussen verkeersexperten, HR-mensen, finance-mensen, Fleet-mensen. En ja, dat heeft dan resultaat tot iets schitterend geleid tot dit schitterend resultaat. Nu, dat is een belangrijke avond voor de hele industrie, een samenkomst van heel de automotive sector. Mensen die innoveren, die werken om hun vloot te vergroenen, initiatieven, start-ups. Dus voor ons in de industrie een van de heel belangrijke top-events. En daar zijn we altijd op de afspraak natuurlijk, elk jaar. Je pense que c'est un coup de frais qui arrive sur le secteur. Donc on voit qu'il y a de jeunes sociétés avec parfois des moyens financiers limités mais qui ont des idées assez brillantes. Et Link2Fleet voulait vraiment leur donner la parole et leur donner la visibilité qu'ils méritent. Et je pense que ça a vraiment donné un espèce de nouvel élan aux awards. Ik denk zeker dat deze prijs ons enorm gaat helpen. We zijn eigenlijk een team van digitale productbuilders en we zijn eigenlijk mensen die van buiten de auto-industrie komen. En dus vandaag is het echt een moment voor ons om veel mensen te leren kennen. Ik denk dat die prijs vandaag ons echt in contact gaat brengen met veel mensen en ons ook, ja, een bepaalde erkenning in de industrie gaat geven.